Omdat zowel Koen... Oh nee! ...als ik... Nee! ...uit onze standaard Eikenpacks Inzaghi hebben gekregen... ...leek het ons leuk om weer een Weekend League Challenge te doen met hem in de spits. Maar voordat we dat gingen doen, moest ik nog één nieuw Eikenpackje gaan openen. Echt, nu echt de allerlaatste. Wat denk je? Voorspellingtje? Ik denk dus dat ik een dubbele krijg. Nee. Ja, dat denk ik. Kan ik hem inleveren in de SBC? Zijn we echt nog Inzaghi? Ik denk... Ik denk Italië. Gattuso. Ik denk je Rijkaard krijgt. Oh, dit is te spannend. Of Noord-Iers. Noord-Iers ook lekker. Of Ghana. Ghana. Denk aan Ghana. Kom op. De vlag die we krijgen is spannend. Nee. Oh nee. Nee. Oh nee. Nee, niet meer Inzaghi. Nee. Hoe kan dit nou? Het voordeel hieraan natuurlijk is dat ik een clean Inzaghi heb voor deze nieuwe Weekend League. Nul wedstrijden. Is dat een voordeel? Nee. Deze eikenkaart is ook gebaseerd op de Champions League finale van 2007. Waarin Milan van Liverpool won met 2-1 en hij twee keer scoorde. Dat klinkt best oké. Okay. Maar als je dan ziet dat één goal een vrije trap is die tegen zijn rug aan wordt geschoten. En die andere, ja, die zit erin. Ja, dan kun je Origi ook een eiken geven. Wat zijn dit voor stats? Pipo Inzaghi, wat een waardeloze en onterechte eiken. Maar goed, laat de Weekend League maar beginnen. Pipo de clown en Zagadou. Nee, niet leuk. Pipo de clown en Amadou. Mamadou. Er zijn echt fucking veel Mamadou's in dit spel. Voordat de intro van deze video weer compleet overspoeld wordt met onzin. Hier even snel de regels. Koen en ik spelen allebei een hele Weekend League 30 games met hem in de spits. Je mag hem niet uitwisselen. Je mag hem ook niet op een andere positie neerzetten. Zodat je net even wat minder last hebt van zijn aanwezigheid. En moet in de spits staan. Ik doe dat met dit team. 4-2-3-1. Met Cruyff op cam en Ronaldo op links buiten. Elke win die je haalt met dit team zal tellen voor 2 punten. En elke goal die je met Inzaghi scoort telt voor 1 punt. En zo krijg je in totaal een eindscore. Degene met de hoogste eindscore wint. Maar het verschil tussen deze twee scores in punten is het aantal dagen. Fantastic ID. Dat je voor de ander een positieve appreciation shoutout-achtige story moet plaatsen in de Instagram van jezelf. Dus stel, we halen allebei 30 wins. Maar ik schiet er 60 in met Inzaghi en Koen maar 59. Is het één puntje verschil. Dan moet hij dus één keer op zijn story zeggen. Wow, Matte, je hebt echt... Ja, je hebt echt mooi haar. Maar ja, als het scoreverschil 17 is, dan moet hij dat 17 dagen doen. En dan, ja, bij mij raken de complimentjes dan al snel op. Body positivity is schitterend voor de mensen die er wat aan hebben. Zijn Weekend League is ook precies op dit moment geüpload. Dus ben je daar nou benieuwd naar, kan ik me niet voorstellen. Waarschijnlijk toch een kut video. Meestal in video's dat ik tegen Koen speel, dan meme ik hem de hele tijd. Ik heb toevallig vorige video nog gememed. En zo starten we dit avontuur in deze week. Ik rook wiet. Ik rook. Ik vind het toch een best aardig team voor je eerste wedstrijd in de Weekend League. Adriaantje, Keringleien. Nou jongens en meisjes, dat is niet zo leuk. Wat wel leuk is, is deze pokoe. Luister maar. Ah! Ik rook wiet. Ik kom van de streets. Als Peter R. de Vries. En hier is hij dan ook meteen gelijk, Adriaantje, met de voorzet. En eigenlijk zit ik er gewoon goed tussen, maar dan, je ziet het niet eens. Het gebeurt gewoon achter zijn brede lichaam. Volledige kortsluiting of zo. Volgens mij paaste ik hem breed. Mijn Nainggolan geeft hem in ieder geval op zijn Nainggolan. Die prikt hem erin. En zo begin je dan je Weekend League. Ik had mezelf nog voorgenomen, Matty, deze Weekend League ga je focussen, want je wil het maximale eruit halen. Gelukkig kom ik nog goed weg en blijft het 1-0. En dan willen jullie natuurlijk gevaar en actie zien van de man himself. Met het mooie lange zwarte haar. En dat doet hij best wel aardig. Hij wurmt zich er doorheen als een echte... Wurm. Maar ja, het blijft natuurlijk altijd lastig om een doelpunt te maken als er geen mensen zijn die hem gewoon tegen je rug gaan schieten. Cruyff, oh! Ah, en eigenlijk was het gewoon echt een klote potje om mee te beginnen, want ook Dembele raakt hier de paal. Ik mis vet veel kansen. Maar toch, uiteindelijk in die 83e minuut is daar de dragback van Inzaghi en deze kans schiet ik er ook niet in. Ja, dit is toch niet normaal? Je denkt toch niet dat ik de eerste wedstrijd ga verliezen? Nee, 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 mensen. Dembele dribbelt hier de 16 in na een korte corner, komt bij Walcott, haalt uit met links. Dat is niet heel slim, maar daar is Nainggolan die uit de draai schiet. Geen idee waarom. De speler die overigens deze Weekend League niet spoilen. Misschien gaat hij nog wel scoren deze Weekend League. Deze kans zat er eigenlijk in dat ik wilde aangeven dat hij die daarna gewoon in mijn poten gooit. Van Dijk pakt hem op en daar is Nainggolan, tikt hem op Inzaghi en die schiet hem er. Oh, wat wordt dit een lang weekend, mensen. Wat wordt dit een lang, vervelend, kut weekend. Gaan we dan echt verliezen die eerste wedstrijd? Echt een gozer met een veel beter team, maar veel minder vaardigheid is een bakkers. Het antwoord daarop is nee, want wat een assist van Inzaghi. Wurmt zich er doorheen, strakke voorzet op Cruyff en die maakt de 1-1. En dan is het natuurlijk een kwestie van deze wedstrijd gewoon uitspelen. Is wat je zou zeggen, maar hij komt voor de tweede keer voor mijn goal en schiet er 2-1 binnen. En ik verlies de eerste wedstrijd. Yay! Oh. Geen winst en geen goals in de eerste wedstrijd. Laten we dan maar snel proberen weg te spoelen. En dat kan natuurlijk ook, als je gewoon even, ja, tegen een complete idee.
Wat is dit nou weer voor schot? Ik schiet echt pauperhard. Waarom produceer je dit schot? Wat slaat dit op? Dat is trouwens weer Nainggolan, hè? Ja, jullie wisten al dat hij niet ging... Gelukkig is hij daar wel om een assistje te geven door de poorten. Balrol. En daar is de eerste goal. Oh, dat is niet Inzaghi. Klote zo. Ik dacht even dat Inzaghi was met zijn openingsgoal. Maar dat is natuurlijk Cruijff. Jopie. Jopie is de man. Dat durf ik wel te zeggen. Want ook dit is een aardig goaltje. Goed onderscheppen. Goed opgesteld. Dit is wat 65 passing looks like. Maar als je denkt dat dit slecht is, in FIFA 14 toen Legends net nieuw waren, toen hadden Icons nog niet 3 versies, maar gewoon 1 versie, was dit de kaart van Inzaghi met 48 passing op een Icon kaart. Met een overweldigende 34 long passing. Maar ook dit moeten we in perspectief plaatsen. Hij had namelijk 2 jaar daarvoor in FIFA 12 maar 42 passing. Dus het was een up. Het bijzondere is wel dat hij echt 5 jaar lang dramatische passing heeft en ineens vanaf FIFA 18 heeft hij gewoon 65. Dan zie je boven in beeld al wat mijn tegenstander van plan is op dit moment. Komen we nog wel 1 keer door aan de rechterkant. En daar is Inzaghi, neemt hem aan en die scoort zijn eerste goal van de weekend. De bal gaat uit en hij lieft. Ja, zo gaat het geen leuk weekend worden, mensen. Ik win deze dan wel, maar ja, voor het extra geluk wilde ik toen Inzaghi als coach in mijn team zetten. Hij is namelijk coach in de Serie A. Alleen, je hebt blijkbaar alleen zijn broer in de game. Dit is Simon Inzaghi of Simeone of... Simone. Laten we hopen dat met deze nieuwe coach aan het roer de goals wel gaan vallen. Simone. Zou het een Italiaan zijn? Het boeit me geen ene ster. Wat me wel boeit is het volgende. Deze brede bal op Ronaldo en die kan hem scoren. En dat boeit me namelijk heel veel. Want ik wil deze wedstrijd natuurlijk gewoon winnen. En daar is ook Mbappé door. Gebruikt zijn 96 pace of is het 97? Het boeit me geen ster. Hij legt de breed op Ronaldo. Die Cruijff Ronaldo... Ik vind het echt heel zielig dat een icon op deze manier aan zijn goals moet komen. De eerste goal met Inzaghi is gemaakt, ja! Ik schreeuw zo hard, ik denk dat het hele huis wakker is nu. Ik hoop eigenlijk dat alleen Koen wakker is geworden. Pisvlinder! Zijn stinkhoofd! Tot slot is daar Jopie Cruijff die de verdediging molesteert met deze actie. Dit gaat hij tik 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 snel. En daar is de brede bal op Mbappé. Die legt hem weer breed. Het is nog een partijtje sneu. Ik heb geen idee hoe die anders als een goals moet komen, mensen. Hij maakt er in ieder geval 2. En knallen we met een volle vaart in brons 2. Brons 3 bestaat... Oh, brons 3 bestaat wel. Dat is 0 zegens. Heb je ooit iemand horen zeggen... Hey Pik, wat heb jij gehaald het weekend? Brons 3. Maar het komt voornamelijk omdat ik dit jaar met vuurwerk 2 handen ben verloren. Je bent een rund als je mij nu geen subje gunt. Abonneer even. Dat zou leuk zijn. Ik zeg Koen. Nee, niet op Koen. Koen is lelijk en is een sukkel. En zelf ingenomen wijsneus. En vuile tyfushond. Mafkees. Idioot. Klootzak. Ja, dit hoor ik liever. Word geen Koen. Nee. Word geen loser. En ik begon het een beetje onder de knie te krijgen, mensen, op dit punt. Hij heeft natuurlijk ook 97 positie aanvallen. En wederom een heerlijk smerig, vies, ranzig binnentikkertje. Staat toch elke keer op de goede plek om in te tikken. Ik was hier even bang dat deze goal als eigen doelpunt geteld zou worden. Is niet het geval. Lekker. En ik weet niet of jullie dit geloven wat jullie nu gaan zien. Maar Jopie dringt door. Langs de zijkant geeft hem voor. Hoog, kansloos zou je zeggen. Maar daar is die kopbal van Inzaghi. Die stats zitten hem ook niet tegen. Hij maakt niet alleen een hat-trick, maar ook eigenlijk een soort van een goal waarvan je denkt: nou, ja. Even later in de 41ste minuut wordt hij ook nog diep gestuurd. Ronaldo mag in de tweede helft nog de 4-0 maken, maar dat doet hij liever niet. Hij legt hem liever op. Ja, maar dit is, het is ook eigenlijk sneu. Cruijff hier op Inzaghi en dan gaat hij alsnog er in de 4-0. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Heel knap. Hij racequit en Inzaghi maakte zomaar ineens 4. Waardoor we in 4 wedstrijden nu 6 goals hebben gescoord. En eigenlijk zijn die eerste 2 wedstrijden hier helemaal mee vergeten. Maar ik speelde dan ook wel tegen echt complete arbeidsongeschikte mensen. Beetje zoals Koen. Koen. Ja, overheden. Dan heeft de volgende tegenstander Sissoko. Maar gelukkig is daar Essien en Inzaghi met deze passeeractie. En dan ligt hij erin. Pipo scoort! In de tweede helft is een driehoekje tussen Cruijff, Ronaldo en Inzaghi. Pipo! Dan is de wedstrijd natuurlijk wel beslist. Maar je wil elke seconde gebruiken van de pot om op jacht te gaan naar een goal. Deze dragback is trouwens iets te hard. Maar toch maakt hij die verdediging helemaal gek. En hij dreunt erdoor in de kruising. Helaas gaat deze vierde goal niet door wegens buitenspel. Maar yo, I got this man. Tussenstandje, eerste 5 wedstrijden, 4 wins. En maar liefst... 9 goals! Dat heb ik ingestudeerd omdat we wat jonge kijkpubliek hebben. Ja. Maar dan, het is niet normaal. Ik heb er toch een bizarre wedstrijd in petto. Ik speel tegen dit Italiaanse team en hey, dat is Inzaghi. Simone. Hey, dit vind ik wel een beetje raar hoor. Laat ik maar gewoon netjes blijven hierover. Ondanks dat mensen ook klakkeloos ergens anders naartoe gaan. Ik dacht dat we een band hadden opgebouwd. Nee joh, geintje, de echte Simone zou zoiets nooit doen natuurlijk. Dit is gewoon een neppe. Oké. Wie ben jij dan?
Henk. Oké. In deze wedstrijd kom ik op achterstand door Balotelli. En daar meteen al die kleine sus. En dit triggerde mij echt in het begin van de wedstrijd. Hè. Niet dat het mijn enige invloed had. Want ik kom ook op 2-0 achter. Door deze bal ook op 3-0. En op een of andere manier was hij gewoon niet te stoppen. Het wordt zelfs 5-0. Ja, dat was toch heel bizar deze wedstrijd, mensen. Ik had toch... Ja, ik zei dat ik het in petto had. En toen hadden onze trainer zijn belangrijkste spelers even bij elkaar. En zeiden, jongens, luister. Het is nog mogelijk. We staan er wel 5-0 achter op dit moment. Maar als je je hele hart geeft, dan is het nog mogelijk om terug te komen. Simone, kan je zien dat ik er een hard hoofd in heb, of niet? Ja, Simone, dit lijkt me toch wel iets te veel van het goede, hoor. Ondanks dat de woorden wel aan leken te komen bij zijn broer, die toch vertrouwen had. Niet dat ik nou terug ga komen in deze wedstrijd natuurlijk, laten we even eerlijk zijn. Maar in de tweede helft krijgen we hier nog een kans. Goed onderschept in zaken hier met links. Kan hij gewoon helemaal niks. Triest aan Wiegvoet. Ondanks dat kon ik wel gewoon lekker aanvallend gaan spelen. Ik had toch niks meer te verliezen. En dat levert kans op. En zo waar weer een goal. Inzaghi 5-2. Kan ik dan echt nog terugkomen in deze wedstrijd? Nou ja, niet als hij gaat tijd trekken. Beetje flauw. Wat misselijk. Maar als je dan zo smerig aan het tijd trekken bent, is het vaak wel handig dat je niet pauperdom bent en de bal in mijn voeten geeft, Viro. Ik kan op zijn 16 af. Schiet van eigenlijk best wel net te ver voor FIFA 20 begrippen. Maar hij zit er wel in. Hoezo verliezen? Niks verliezen. Niks ervan. Ze komen terug. Ziet gelooft in die comeback. Ik begin te geloven in die comeback. Hier is Mbappé aan de rechterkant. Geeft een voorzet. Kom al van Inzaghi. Wordt tegengehouden. En dan een smerige vieze ranzige rebound. En met 5-4 is het natuurlijk weer volledig een wedstrijd. Cruijff probeert het. Yes. En zo staan we ineens weer gelijk. Ook na 90 minuten. Yo mensen. Dat wordt dus verlengen. Maar in de verlenging slaat de beul weer toe. Ik kan op een of andere manier hier geen buis tegen vallen. Wat wil ik eigenlijk wel zeggen? Ik heb geen idee. Het zou natuurlijk rete zuur zijn als we deze wedstrijd dan alsnog gaan weggeven. Maar je ziet het al, dat gaan we niet doen. Want daar is Inzaghi 1-1 op de keeper. Zijn specialiteit. Maak hem, jongen. Een fantastisch doelpunt. Daar gaan we even voor staan. Even klappen, want het is echt een geweld. Maar dan minuut 122. Je voelt hem al aankomen. Al dat gestrijd voor niks. Of toch wel als Van Dijk hier de tackle zet. Die ervoor zorgt dat de stand 6-6 blijft. We gaan ons opmaken voor strafschoppen. De strafschoppenserie. Mijn specialiteit van het huis. Ik blijf staan in het midden. Ja, dit is echt een typische penalty, mensen. Zo zie je. Het was nog wel een wonder dat hij echt goed in de hoek geschoten werd. De Walcott met zo'n grote cirkel. En dan begin je hem vrij slecht. En dat is mentaal natuurlijk niet handig in zo'n serie. Maar toch, ik voelde deze tegenstander weet niet hoe je penalties moet nemen. Ik bleef gewoon weer staan. En dus de kans aan Dembele om hem gelijk te trekken. En dat doet hij. Zijn Matuidi mist. Waardeloze penalty. En dan kan Nainggolan onze voorsprong gaan schieten in deze reeks. Had ik gezegd dat hij niet ging scoren. Ik moet eerlijk zijn, waar verwacht je ook dat deze bal gaat? Met zo'n cirkel en geen timing. Nou, daar dus. Erin. Hé, hey, hij scoort! Hij doorbreekt de vloek en vanaf nu, jongen, is hij los! Balotelli scoort natuurlijk. En dan kan Eschen de aanloop nemen voor de penalty. Die ons met één been een win in de win zou kunnen zetten. Toch wist ik dat deze... Ja, wat ik zei. Deze vent... Ja, het was ook niet zo moeilijk. Hij schoot toch alleen maar door het midden, want hij kon er eigenlijk geen reet van. Ronaldo scoort! En we winnen de penaltyreeks. En dan kun je natuurlijk maar één ding doen. Een klein zusje doen waar het allemaal mee begon. Van 5-0 achter toch die win weten te pakken. Heerlijk! Oei, dit zijn de lekkeres mensen. Dit is voor jou, Simone. Simone. En zo gaan we door. Eskidit! Je moet er echt een goed programma. Jouw mama is zo'n clown. Ze zou de vrouw van Pipo kunnen zijn. Ze noemt haar ook wel... Deze was oprecht te grappig voor het programma Je Moeder. Nou, dat vinden we helemaal niet om te lachen, hoor. Oh. Genoeg over die snol van de Mamalou. Het gaat hier om Pipo, die zich begint te ontpoppen tot een echte ware leider. Hij scoort alsof het Milo is. Op straat hem zei... Dat is helemaal niet leuk. Sorry, ik zit helemaal in het niveau van Je Moeder grapjes op dit moment. Ze zouden me echt moeten vragen. Maar dit zijn toch ook gewoon lekkere poeiers ook. Laten we eerlijk zijn. Inzaghi is de tweede van de pot. Dan krijgen we wel nog de 2-1 tegen. Maar hij scoort uiteindelijk ook de 3-1. En dan hoef ik nog maar één ding te doen om deze wedstrijd helemaal compleet en perfect te krijgen. En dat is de hattrick maken met Kunnen we dit eruit knippen? Nee! Kennen jullie trouwens die kut Chinees? Ja, daar ben ik weer. Hij zegt dus dat je heel snel rijk kan worden met dropshipping en shit. Ik weet nog een methode waarmee je veel sneller rijk wordt. En dat is door op het knopje hieronder te klikken en te abonneren op dit kanaal. En dan worden jullie allemaal miljonair. Dit is de... kortste weg naar rijk worden. Weer een winnaar. Dan kom ik weer tegen die vervelende Balotelli. En dat zeg ik met een reden, want hij gaat scoren. De 1-0 in deze wedstrijd. Balotelli is ook een penalty specialist. Dus je weet na deze actie dat hij de penalty
niet krijgt. Ronaldo schiet er wel zelf in. Dit is echt een kansloze wedstrijd. Waar ben ik over aan het lullen? Nee, potverdorie. Ik geef nooit op. Vooral Pipo geeft nooit op. Wat een heerlijke schorpioenenkick. Nee, het is niet schorpioenenkick. Karatekick voor die. 3-1. En er is natuurlijk nog tijd en ruimte zat om de comeback in stand te zetten. Dit is de 68e minuut. Hier, dit is natuurlijk duidelijk wel een penalty. Laten we even eerlijk zijn. Ik weet niet of Vardy hier probeert te vliegen. Misschien heeft hij weer een paar Red Bull op voor de wedstrijd. Die vent drinkt dus legit op wedstrijddagen 2 Red Bull en 25 koffie of zo om zich te preparen. Hij bankt ze er wel in, dus hij moet het lekker zelf weten. Bank zelf wel! Weet je wie ze er ook in bankt deze video? Pipo, wat een heerlijke, feilloze penalty. Keihard in de korte onderhoek. Onderbroek. Die vind ik wel goed. En dan kan het natuurlijk nog, hè, die comeback. We hebben al een paar gezien deze video, maar deze keer niet. Hey! Ik ben niet echt in vorm of zo. Ik krijg er weer 2 tegen. Is het niet Pipo met zijn lange haar die hier de kans met links afmaakt? Is het wel Cruijff die hem oppikt en hem er wel in schiet? En het was helemaal zijn wedstrijd. Jopie, lekker hoor. Lekker passeeractietje en de goal. Maar ik verlies hem gewoon weer. Het is echt niet te geloven dit. Hey, Crespo, waardeloze spits. Op Hernan Crespo gespeeld. Oh ja, dat dacht ik ook inderdaad. Toch weet ik deze wedstrijd veel kansen te creëren via links. Hier is een... Nou, dit is echt 3 keer niks. Laten we die even in de herhaling bekijken. Nee, ook in de herhaling gaat hij er niet in. Wat er wel in gaat is deze kans van hem. En dan moeten we weer een 2-0 achterstand gaan zien te repareren. Maar daar is hij, reparateur Timmerman. Piepoos. En gaan we dan op 2-2 komen? Het antwoord is ja. Cruijff neemt hier de bal aan en legt hem... Waarom doe je dat nou? Dus bij deze nam ik ook mezelf voor. Ik ga niet meer alleen op Inzaghi proberen te spelen en die ballen onnodig breed leggen. Gewoon scoren... Als het kan. Met Inzaghi is het helemaal lekker. Dan denk je lekkere comeback. Nou, hij legt hem ook breed. Nou, leuk. Ik raakte hier helemaal in de war. Inzaghi kreeg die kans. Ik had hem beter breed kunnen leggen. Toch zelf schieten. Kruis stond helemaal vrij. En dan gaat het toch net even iets in je kopje zitten. Die doelpunten met Inzaghi in plaats van de winst. Maar de gelijkmaker gaat nog komen. Want het schot van N'Golan. Een specialiteitje van het huis. Een doelpuntje maken via de rug. Zelfs zo, dat lukt er niet meer. Maar even eerlijk, dit was eigenlijk N'Golan's eerste veldgoal geweest. Gaat die lul ervoor staan. Oké, nice. Ja, dan even snel weer een tussenzandje tussendoor. Inmiddels 10 wedstrijden gespeeld. Helaas maar 6 winst gehaald. Maar toch 18 goals weten te scoren. Sean Barnes in de spits. Het enige wat Sean Barnes kan, is die bal keihard op doel rammen. En dat doet hij hier niet eens. Wat een geweldige redding, zeg hè. Is het daar zover, mensen? Is het daar eindelijk zover? De eerste goal van de... Sorry jongens, ik ben een beetje emotioneer. Leuk verhaal trouwens, mensen. Dit gebeurde mij laatst met mijn oma. Ik belde haar eens op en ik zei... Kut prank. Door deze prank sta ik wel 2-0 voor en lijkt de wedstrijd beslist. Maar toch in de 78e minuut poeit Barnes hem erin. En dan wordt het nog spannend. En het wordt niet alleen spannend. Het is gewoon echt een waardeloos gebeuren. Want hier is zelfs de derde goal van Sean fucking Barnes. Dit is toch niet normaal. Oh. Maar dit zijn de lekkerste. Ik zeg het je mensen. Minuut 122. Inmiddels 23. Inzaghi. Oeps. Tikkie opzij. En daar is dan toch... De 3-3. Ik zweer je toen ik dit deed. Ik wist zeker dat hij erin ging. Maar toch niet. Ja, het begint een beetje een trieste zaak te worden, mensen. Niet weer. Een overwinning kan ik even goed gebruiken. Dus ik gok gewoon op de pace van Mbappé. Die is erdoor schieten. Erin 1-0 voor. En het scheelt mij dat Balotelli een waardeloze flutspits is. Flut? Flut? Ik zeg flut. Ondanks dat, wat zijn die doeltrappatering dingen in deze game? Ik had beter flut dingen kunnen zeggen, maar... Flutspits. Een goed recept blijft. En Michael Essien in de diepte wegsturen. Met zijn kracht op de keeper afgaan. En een breed leggen voor leeg doel. Inzaghi, goal. Winst. En dan de volgende wedstrijd. Het begin van een nieuwe winstreeks die ik wil gaan neerzetten. 7-1. Dan vraag je af, is die 1 dan van Inzaghi? Ja, en het was zelfs de gelijkmaker, vlak voor rust, toen het nog een wedstrijd was. En dan ga ik dus 7 om 6, wat vrij dramatisch is. Is er ook nog eens 1 potje niet opgenomen die ik wel win, dus ik ga 8 om 6. En Inzaghi wist er in 1 keer te scoren. Verder is niet heel ideaal. Dan zit er niks anders op dan in de bus te stappen en te rijden naar de volgende wedstrijd. Het is niet eens grappig. Wat wel leuk is dat Mbappé ons op voorsprong schiet. Wat niet leuk is dat uit statistieken en onderzoek van het CBS. Het CBR doet geen onderzoeken, die laat... Mensen zakken zoals Milo voor hun rijbewijs. Toch slaagt hij nog minder bij de chicks dan voor zijn rijbewijs. Zegt dat Milo deze clip ook zegt. 3 keer geprobeerd en nog steeds ben je niet geslaagd. Dat is niet waar. 2 keer. 3 keer gaan we lukken. En uiteindelijk had hij nog 7 keer nodig. Haha. Ook weer leuk. Humor. Inzaghi had nog niet gescoord van buiten de 16. Maar uiteindelijk in potje nummer 15 gaat het uiteindelijk wel gebeuren op de helft van de Weekend League. Hier schiet hij de bal voor het open doel op de... Paal. Het is niet echt open doel, maar ik vond toch dat de hoek redelijk open genoeg lag om eindelijk je eerste goal van buiten de 16 binnen te prikken. Voor hem is die ene stap in de 16 net het verschil waarin hij dat zelfvertrouwen krijgt en de rust om de bal te maken. En toen viel ik eigenlijk weer voor de val door te denken dat ik er al was bij 2-0 en alleen maar goals met Inzaghi willen maken. Dan gaat het fout, sta je ineens 2-2. Dus toen ben ik echt aan de bak bij een stand van 2-2, is daar wel de kans van Inzaghi die hem...
Dit is toch niet normaal? Even serieus. Komt hij op 3-2 en dan zit je in de problemen. Doet hij de mattie vies. Het is eigenlijk niet de tijd voor onzin bij een 3-2 achterstand. Maar toch ga ik er voor de balbreedte op in. Eigenlijk is het best wel gewoon een goede manier om te scoren. Maar in minuut 70, net wanneer ik lekker op 3-3 stond en dacht deze wedstrijd te gaan winnen, schiet Guardiola hem binnen met links. Guardiola schiet deze lekker in met links. Met links. Buiten het feit dat hij rechts is en maar 65 shooting heet, viel me nog iets op als een shooting. Hij heeft namelijk 3 kaarten met exact dezelfde shooting erop. Alleen zijn in-game stats zijn best wel laag op zijn baby-icon. Dan net wat beter op zijn middel-icon. Alleen is zijn shooting nog steeds 65. En dan een soort van een stuk beter op zijn prime-icon. En nog steeds 65. Waarom, EA? Waarom? Imagine scoring with this card and going to the sidelines to hug Guardiola. He'd be hugging himself, lol. Dit ga ik testen. Dit vind ik echt te leuk. Oké, ik heb dit dus geprobeerd en ik weet niet of het aan mij ligt, maar in FUT kun je helemaal niet knuffelen met je coach. Je ziet wel van die stukjes tussen dat hij er is, maar elke keer als je in de buurt van de catacomben komt, stopt het juichen gewoon. Dit is het dichtste bij de trainer dat ik kon komen. Volgens mij ben je kaal als je 30 bent of zo. Hallo. Deze video zit vol met gekke comebacks en rare wedstrijden, dus ook gaat het je niks verbazen dat deze wedstrijd in minuut 90 deze kans wordt gecreëerd door Inzaghi. Ronaldo hier voor het lege doel kan intikken en dan staan we 4-4. Komen we goed weg en kunnen we een verlenging spelen? Wat een heerlijke bal van Inzaghi en wat heerlijk afgemaakt door Ronaldo. Wat knalt hij lekker in het net. En daarmee win ik en kan ik door naar de volgende gozer. Zebi FC. Ja, hij is zelf een Zebi. Hey, alleen Zebi speelt die bal zo in mijn voeten, toch? Laten we even heel eerlijk zijn. Om de keeper goal. Toch komt de Zebi na een... Oh mijn god. Jezus, wat is dit dan? Dat duurt het heel lang voordat er eigenlijk de beslissing in deze wedstrijd valt. Maar deze sleep van Nainggolan zorgt ervoor dat Inzaghi voor het lege doel kan intikken. Pam, win je weer! Wedstrijd daarna, ja, het was al te lang niet gebeurd. Een kansloze nederlaag, 5-2. Dan vraag je je af, heeft Inzaghi nog gescoord? Nee, deze keer niet. Het was ook al iets te veel voor het goede hoeveel deze man aan het scoren was op een gegeven moment. Ik word gebeld door mijn oma. Oma? Hé, oma. Natuurlijk heeft hij wel gescoord. Niet één keer naar deze poeier. Maar ook die andere goal was nog van hem, deze intikker. En zo ga je toch je volgende potje niet in met een kutgevoel. Maar wel, als je dan die gozer ziet, niet Inzaghi. Maar wel hij. Hij! Ik word zo gek van die gozer. Maar Pipo, die in zijn vrije tijd niet alleen clown is, maar ook tovenaar blijkt te zijn. Want hij creëert eigenlijk uit het niets hier de kans en de goal met links. Deze vind ik ook wel goed trouwens. Die vind ik wel goed. Mbappé die zichzelf lanceert met een dietebal recht naar voren. Komt uiteindelijk nog een klein kansje uit ook naar deze voorzet. Inzaghi met een omhaal. Net als dat hij dat ooit gaat scoren in zijn leven. Zou je net weer zien dat hij ooit een omhaal heeft gemaakt of zo? Dit ga je niet menen. Dit ga je toch niet menen? Dat ga je niet menen! Maar hij doet het wederom helemaal zelf. Deze dragback versnellen langs Ferdinand, die niet de sloomste is, kan ik jullie zeggen. Maar toch is daar de goal. En toch is daar ook de tegengoal. Balotelli maakt dan 3-2. Mbappé maakt dan 3-3. En gaan we ons opmaken voor een zenuwslopend slot in deze wedstrijd. Minuutje 86, Cruijff. Wurmt zich er doorheen, pakt hem tot 2 keer. Ja, en dan gaan we eens kijken hoe de scheidsrechter deze situatie aanpakt. Wat is dit nou? Dit gebeurde me ook volledig random. Ja, ik lach nu wel aan deze rode kaart, maar hij zelf zat er echt mee. Onderweg naar de kleedkamer terug zei hij ook nog wat tegen de trainer. Simone, kan je zien dat ik teleurgesteld ben of niet? Want hij verspeelt hier niet alleen kostbare minuten mee om nog extra goals te maken. Ook wordt onze kans op een overwinning met 10 man natuurlijk een stuk kleiner. Maar dat gaat niet gebeuren, want hier is uiteindelijk 4-3 van... Walcott, die deed blijkbaar ook nog mee in deze weekend league. Het was een beetje van, nou, waar is Walcott eigenlijk? Kiekemoel. Oh, daar is hij dus. We winnen wel, dat is best lekker. Hallo, nou, we zijn weer terug. Oh, daar ben je alweer. Je hebt je schorsing uitgezeten tijdens een squad battle potje zeker. I love it. En eenmaal terug van zijn schorsing is hij daar weer om intikkertjes te scoren. Niet 1, maar 2. En net wanneer je begint te denken, kan deze vent alleen maar vieze intikken scoren, scoort hij een goal volledig op zijn eigen kracht. Fantastische kopbal heeft hij natuurlijk. Dan maakt hij wel 1-1, maar ik vraag me af wat je als tegenstander denkt als je iemand dit ziet doen. Dit is zo onnodig, dat tikje nog. Ik heb niet het idee dat Koen op deze manier bezig was om met het doelpunt te maken met Inzaghi. Maar ja, ze zeggen ook wel eens: word geen Koen. B. Word geen loser. Dan ga je hier weer zitten loeren naar een eindeloos lange individuele actie van Inzaghi. Maar ja, eigenlijk wil ik hier sneller doorheen knippen. Maar het is gewoon, dit is ballet. Dit is pure kunst. Hoe je door de verdediging dreunt en hem erin schiet. Dit wil ik jullie laten zien dat hij dit kan. En dat je hem nu moet kopen. Nee, doe trouwens toch maar niet. Dat brengt ons bij de volgende tussenstand. In 20 wedstrijden heb ik dus 13 keer gewonnen. En maar liefst
34 goals gemaakt. En in dit tempo lonk de heilige 50 goals in één Weekend League Mark. Ik weet niet waarom dat heilig is. Wie wel heilig is, is Mark. Missie Mark. Dus, dat potje daarna gebeurt er ook iets wat je niet verwacht. Sowieso komt deze eerste voorzet aan. Maar de tweede voorzet komt ook aan en wordt er ingekopt door Cruijff. Inzaghi die met zijn stats een voorzet geeft. En Cruijff die hem erin komt. Je verwacht het eigenlijk andersom. Als Jero dan de 2-0 gemaakt heeft, komt er nog een aansluitingstreffer van hem. Maar dat mag niet baten, want de 3-1 is van Inzaghi. Zijn enige goal in deze wedstrijd die wel gewonnen wordt. En zo ga ik van 7-6 toch naar 14-7. Dat is een redelijke comeback. Maar we zijn er nog niet. Deze lijn gaan we nog doortrekken. Mbappé. Nee, dit is geen clip uit FIFA 19. Dat lijkt het haast wel op. Want zo scoor je niet veel meer op FIFA 20. Deze diepe bal is wel echt typisch FIFA 20. Maar wat neemt hij lekker Mbappé strak voor? Pats. Dit is een heerlijke countergoal. En precies waar allebei de heren goed in zijn. En als Cruijff dan deze volley scoort, is de wedstrijd beslist. Maar mag in de slotfase Inzaghi het nog even laten zien. Dat doet hij niet één keer, maar ook deze. Dit is toch heerlijk. Balletje wordt teruggelegd op Inzaghi. En net. Oké, eigenlijk niet net in de 16. Ik wilde zeggen, misschien scoort hij daar de eerste goal van buiten de 16. Maar nee. En toen begon ik me te realiseren. Het zou er echt wel eens in kunnen zitten dat ik daadwerkelijk 50 goals met Inzaghi in de 1 Weekend League kan gaan halen. Maar dan gaat het ineens heel rap. Want dan verlies ik een wedstrijd zonder te scoren met Inzaghi. Hé, hey, is niks. Dat doe ik dan nog een keer. Moet ik daar nou mee? Niks. En nog een keer. Huh? Weer niks. 3 keer achter elkaar. En ga ik dus van 15-7 naar 15-10. Waardoor ik best wel nog aan de bak moet om goud 1 nog te kunnen halen. Namelijk de komende 5 potjes winnen. Maar dan gaat het ook weer ineens heel rap. Want dan win ik door een snelle race quit met 1 goal van Inzaghi. En win ik nog een keer door een snelle race quit. Scoort Inzaghi zelfs 2 keer. En dan heb ik nog 3 potjes over. En komen we tot de finale van deze Weekend League. Ik moet ze eigenlijk allebei wel winnen. Om in ieder geval niet als een fucking sneu figuur in goud 2 te eindigen. Wedstrijd 1 van de 3 finale wedstrijden is een wedstrijd die in ieder geval best simpel begint. Want de 1-0 is gemaakt. Maar na een half uurtje spelen wordt hij niet goed verdedigd. Best wel slecht eigenlijk. En dan is het 1-1 door Griezmann. Die zelfs 2 keer scoort. En zelfs een hattrick maakt. Nou, oké. En dan ziet het dus echt naar uit dat ik goud 1 niet eens ga halen in deze Weekend League. Met Inzaghi. Simone. Kan je zien dat ik teleurgesteld ben of niet? Nou, dames en heren, het is weer zover. Is wat er gebeurd zou zijn als Simone niet was opgestaan als een ware leider. Hij met zijn meesterbrein wisselde de tactiek van 4-2-3-1 naar een 4-4-2 met volle druk naar voren, volle pressie. En jullie weten ondertussen, als Simone iets doet, dan doet hij dat goed. De ruimtes worden gecreëerd met de nieuwe tactiek. De aansluitingsgoal wordt gemaakt. En hoe stug of hoe taai zijn verdediging ook kon zijn, uiteindelijk gaat hij barsten. Want de druk wordt hem te veel. Nainggolan hier op Cruijff, die krijgt de bal eigenlijk niet lekker mee. Maar hij gaat het verspillen, want kijk ze eens pressie zetten. Kijk ze eens druk zetten. Goed assistje. Simone, de liefde uit mijn dromen. En dan zijn we natuurlijk heel blij met de omzettingen van Simone. Maar ja, dan stuurt hij hier een dieptebal weg en gaat hij 1-1 op de keeper. En dan raakt hij de paal en dan is nog alles mogelijk. Simone. En geloof het of geloof het niet, na deze kans van hem op de paal zet ik de counter in deze wedstrijd die ik eerst met 3-1 achter stond, nu 3-3 sta. En de laatste kans van de wedstrijd. Yes, zusje geblazen. Simone, ik hou zoveel van jou. Het is dan wel even schrikken als je in die wedstrijd daarna tegen Balotelli komt. Ik dacht dat we een band hadden opgebouwd. Nee, dat is Simone, dat is niet Simone. Simone, kan je zien dat ik heb geplast? Ik heb alles ondergepist. Deze wedstrijd begint niet heel fortuinlijk. En in de tweede helft slaat ook de bul Balotelli weer toe en staan we 2-0 achter. En lijken alle inspanningen van Simone helemaal geen zin gehad te hebben. Waar het niet dat Simone weer even opstond. Hij riep de belangrijkste spelers bij elkaar en zei: jongens, jullie moeten nu echt scoren. En die woorden, die raakten de spelers natuurlijk echt. Die kwamen wel even binnen, natuurlijk bij Pipo, zijn broer. En gaat het dan weer gebeuren dat we na een 2 doelpunten achterstand het weer gelijk gaan trekken? Ja, dat doen we. 76e minuut. Simone. En als je dan lekker bezig bent in die tweede helft, moet je het afmaken ook. Pipo Inzaghi met de lekkere balrol even inhouden. En scoren. Is ook nog een goede goal trouwens, heerlijk. Moet kunnen. En zo hebben we in onze laatste wedstrijd nog 1 zegen nodig om goud 1 te halen. En dat is naar deze penalty van Inzaghi. En deze net niet intikken, maar rebound van Nainggolan. Wel vrij snel gefixt. Boom! Ik ben hier niet eens ontevreden mee goud 1. Vooral niet omdat ik 15-10 stond op een gegeven moment. En een paar keer goed weg ben gekomen na een grote achterstand. Simone! En dan wacht ons natuurlijk nog maar één ding. En dat is de eindstand. In 30 wedstrijden heb ik natuurlijk 20 wins weten te halen. En uiteindelijk...
46 goals weten te maken. Net geen 50, omdat ik een paar wedstrijden echt niet goed bezig was. Maar that's it. 86 punten. Wil je nou weten hoe Koen het heeft gedaan? Ik ga niks spoilen. Check zijn video dan. In een volgende video komen we er trouwens samen nog even op terug wie de winnaar is. Dus to be continued. Oprotten met die camera.